We gaan vanavond stilstaan, gemeente, bij de grootste held. De held, zei ik, bij wie God hulp besteld heeft. Die voor verlossing gaat zorgen. En wij gaan hem zo meteen zien, gemeente, op een manier die we niet verwacht hadden. En als wij vanavond zo meekijken naar die lijdende borg in Gethsemane, dan is het nodig, gemeente, dat we met ontzag en met eerbied, met schroom naderen. Want we gaan iets doen vanavond, gemeente, en dat voel ik ook als predikant, wat eigenlijk niet kan. Je probeert te peilen wat eigenlijk onpeilbaar is. Het is een lied, u kent dat wel, dat zegt: in deze zee verzinken mijn gedachten. En die dichter bidt dan ook maar, hè. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat is er aan de hand? Wel, de Heer Jezus heeft zojuist met zijn discipelen in Jeruzalem het paasfeest gevierd. U weet het, in de opperzaal. En nu is het moment gekomen dat hij behoefte heeft aan een ogenblik van stilte. Rust. Afzondering. Alleen zijn. Hij trekt dan vanuit de opperzaal door de stad heen naar Gethsemane. Net een stukje buiten de stad, een paar honderd meter buiten de stad Jeruzalem. Je moet dan eventjes door het Kidrondal heen. Dan ben je er al 300-400 meter. En zo loopt de Heer Jezus met de discipelen. De late avond, het is al bijna middernacht. Maar ook heel helder, want het is Pasen, dus volle maan, lopen ze naar Gethsemane. En als ze er dan zijn, gemeente, gebeurt er iets heel opmerkelijks. Jezus zegt tegen zijn 12 discipelen, 11 discipelen, want Judas is er natuurlijk niet bij, dat weet u, die is de stad in om de soldaten te halen. Jezus zegt dat ze daar moeten gaan zitten. En vervolgens gaat hij een stukje verderop bidden. En dan neemt hij 3 personen mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Dat waren de discipelen die hij vaak meenam op bijzondere momenten. Dat zijn de mensen met wie hij zich het meest vertrouwd voelde. En ze waren er ook bij op de berg van de verheerlijking een paar weken geleden. Maar wat een contrast met toen. Toen zagen ze Jezus in heerlijkheid. Vanavond zullen ze hem zien, gemeente, in diepe ontzetting en verwarring. Want er gebeurt iets heel bijzonders. Als Jezus dan zo de hof ingaat, zien ze tot hun verbijstering hem ineens veranderen. Het is net, gemeente, alsof hij een gedaanteverwisseling ondergaat. Dat is het ook echt geweest, hè? Heer Jezus, die altijd zo, de rust zelf was, zouden wij zeggen, zo kalm, zo vol zelfbeheersing, wordt ineens ontzettend onrustig, bang en intens verdrietig. Het lijkt ineens, gemeente, alsof er een gebroken mens bij hen staat. Wat is er aan de hand? Nou, gemeente, we lazen het net, hè? De ure is gekomen. Het uur waarvan de Heer Jezus al zijn leven heeft geweten dat het komen zou. Het uur, kun je ook zeggen, waarvoor hij in deze wereld gekomen is. Het uur waarvan hij wist dat hij het vervullen moest, omdat de schriften van de profeet er vol van waren. En wat er nu gaat gebeuren, gemeente, in deze uren, is dat het rechtsgeding tussen God de Vader en de Zoon gaat beginnen. En Jezus voelt ineens alsof er iets in de relatie tussen hem en de Vader verandert. Het is ineens, gemeente, alsof hij de Vader tegen zich krijgt. En dat ontzet hem, gemeente, tot in het diepst van zijn ziel. Jezus heeft altijd geweten dat dit gebeuren zou. Hiertoe ben ik op de aarde gekomen. Maar nu het gebeurt, gemeente, is het zo anders, zo totaal anders als hij zich ooit maar een voorstelling van heeft kunnen maken.
En kijk, je kunt op de militaire academie natuurlijk leren wat strijd is en wat een slagveld inhoudt. Maar op een slagveld zijn. Hè, zoals die jongens 80 jaar geleden op de Ginkelse Hei. Terwijl de kogels om je oren fluiten en de Duitsers met vlammenwerpers op je afkomen. En de granaten om je heen ontploffen, dat is natuurlijk heel wat anders. Hè, je kunt op de zeevaartschool instructie krijgen wat je moet doen als je een schipbreuk meemaakt. Maar als u het ondergaat en het water stroomt met duizenden liters je schip binnen. Je staat tussen tientallen mensen in vol paniek. Dat is zo anders, hè? En dat gebeurt er hier nu met Christus. Hij moet nu aan den lijve ervaren wat hij altijd wel geweten heeft, maar nu ook echt moet meemaken.